Bent u bekend met de mishandeling van onze collega Danny? Ja, ik heb volgens mij iets gelezen over Angolese ambassade. Ja, heb ik gezien, ja. Vindt u ervan? Ja, ik laat me nooit uit over lopende strafzaken. Ik ben de staatssecretaris op Veiligheid en Justitie, dus. Wou ik nu ook maar niet doen. Dat kan natuurlijk niet door de buigel. Journalisten moeten hun werk veilig kunnen doen. Dat moet het uitgangspunt zijn. In dit land bestrijden we elkaar met woorden. En we bestrijden elkaar niet met een elleboog. Mensen kunnen heel irritant zijn, maar dat is natuurlijk geen reden om iemand te mishandelen. Het hangt er vanaf wat er gebeurd is. Het hangt er vanaf. Een journalist moet toch zijn werk kunnen doen zonder bejegend te worden fysiek? Want als iemand iemand duwt, zoals een journalist iemand duwt, vind ik dat iemand anders ook wel terug mocht duwen. Ja, toch? Ik las dat degene die die stoot had uitgedeeld juist geen diplomaat was. Maar daarvoor zat ook al een stoot door de ambassadeur zelf. Ja, ik zou zeggen minister Timmermans en minister Opstelten moeten daar samen over overleggen. Op dat terrein zit het een beetje, hè? Diplomatiek versus justitie. De politieke onschendbaarheid. Klopt het nog wel als hiermee ook weg te komen van? Nou, daar hebben we natuurlijk de afgelopen weken wel meer voorbeelden van gezien dat het ingewikkeld is. Het duwt op de Russische ambassadeur. Ja, dat verdrag is er niet voor niets, maar dat heeft ook zo zijn lastige momenten. Zoals deze. De heer Goossen daar ook de aandacht op vestigde.